Ik iedereen welkom bij deze sessie waarin we het nieuwe handboek digitale geletterdheid officieel gaan lanceren. Mijn naam is Nadja de Marais, adviseur bij Kennisnet en ik heb de eer gehad om samen met veel collega's onder Remco Pijpers bezielende leiding mee te schrijven aan het handboek digitale geletterdheid. En aan mij ook de eer om deze sessie te openen. Degene die zojuist al in de kantine aanwezig was, heeft gezien hoe Remco het koffermodel van het handboek heeft overhandigd aan Peer, een jongere. De doelgroep waar het ons binnen de digitale en online wereld in het handboek digitale geletterdheid ook om te doen is. En waarover Remco u straks inhoudelijk nog veel meer zal vertellen. Ik geef u allereerst even een korte instructie die u gaat helpen bij bij deelnemen aan deze sessie. U kan vragen stellen door het chat-icoontje te gebruiken. Alle vragen zijn voor iedereen zichtbaar. En achter de schermen zullen mijn collega's Harriet en Johan en ikzelf uw vragen proberen te beantwoorden. Mocht u een klein tegeltje zien rechts onderaan uw scherm, dan kunt u zelf bepalen welke layout u prettig vindt van deze sessie. Helaas kunnen we geen spreekverzoeken honoreren, omdat we best in een strakke planning zitten. Nou, nog even het programma. Remco zal zo meteen het woord nemen en het handboek introduceren. Vervolgens krijgen we nog een aantal gouden tips van enkele hoofdrolspelers in het handboek, waarna Remco ook de sessie weer zal sluiten. Ik wens u al een inspirerend half uur en geef heel graag het woord aan jou, Remco. Ja, dankjewel, Nadja. Daarnet inderdaad het covermodel aan Peer overhandigd, de Flamengo jongeren. Ik zal zo kort iets zeggen over het handboek dat zo dadelijk online wordt gezet, voordat we een aantal gasten aan het woord gaan laten. We hebben behoorlijk wat gasten en mocht het niet met iedereen lukken ze in beeld te krijgen of ze aan de praat te krijgen, dan nog kunnen we met de mensen die er verder zijn aan de slag en jullie wat tips meegeven. Heb je zelf een tip, een vraag, inderdaad zoals Natja al zei, laat het in de chat achter. Ja, om te starten, we hebben in 2017 de eerste versie van het handboek gelanceerd. Behoorlijk fors, zou je kunnen zeggen. En we hadden ons voorgenomen om het allemaal wat compacter te doen. En dat is uiteraard niet gelukt. Maar dat geeft helemaal niet. Ik neem jullie mee heel kort. Ik heb een aantal slides over digitale geletterdheid, het handboek en een aantal opmerkingen ook over gelijke kansen. Want dat is natuurlijk het thema van het spoor waarin deze presentaties zijn opgenomen. En dit is de cover van het handboek. Bedoeld voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Niet voor het mbo, maar wel degelijk ook leerzaam voor mensen die werkzaam zijn in het mbo. Ja, ik wil even enorme vogelvlucht, 20 jaar geschiedenis, jeugd en digitale media behandelen. Ik kan me nog goed herinneren, ik was er toen ook al en ook professioneel zelfs actief, dat 20 jaar terug de eerste profielenwebsite CU2 aanvankelijk helemaal niet voor jongeren was bedoeld. Het was bedoeld voor homoseksuele mannen en vrouwen om te daten, om elkaar online ook te treffen. En binnen 3 maanden was deze website overgenomen door jongeren die, zou je kunnen zeggen, sociale media of alle letteren ontdekten. En dat was de plek waar ze met elkaar plaatjes konden wisselen en met elkaar konden praten. Dat ging al gauw door het leven als Brisa-taal. Ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar dat was het toen helemaal. En dat vind je rechts een voorbeeld van. En ruim voor hives zou je kunnen zeggen dat sociale media, internet bestormd werden door jongeren zelf. En dat is 20 jaar later wel wat anders zou je kunnen zeggen. Het beeld is dat ze nog steeds met z'n allen van die sociale media gebruik maken. Ze doen niet anders. Het is echt hun medium. Maar tegelijkertijd bevinden zij zich in het oog van een datastorm. Dat klinkt nogal dreigend en heftig. En ze
plukken daar vooral de vruchten van. Maar tegelijkertijd heeft niet iedereen door dat er van alles wordt opgeslagen. Jongeren zijn, weten wij uit onderzoek, behoorlijk privacygevoelig. Dus ze letten veel beter op dan 20 jaar geleden, dan zelfs 3-4 jaar geleden is onze indruk. Maar dan nog gebeurt heel veel zonder dat we dat doorhebben. En het onderwijs zelf is daar een voorbeeld van. He, Magister is een handig administratiesysteem, maar er wordt ook gewoon heel veel data vastgelegd dat dienstbaar is aan predictive analytics. En de vraag is, hoe vinden we daar het goede midden in? Daar hebben we als professionals besluiten in te nemen. Tegelijkertijd hebben jongeren zich daar ook toe te verhouden. Dus het is niet alleen Snapchat, Google die van alles opslaan. Maar het zijn ook steeds meer scholen zelf, de samenleving dataficeert. En de essentie van wat we nu zien gebeuren is de vraag, wat gebeurt er met mijn data? En voor leerlingen heeft dat meteen ook al hele praktische implicaties. Ze moeten bijvoorbeeld beslissingen nemen over PSD2, wil ik mijn bank wel toestaan mijn betaalgegevens te delen met andere commerciële partijen? En wil ik mijn locatiegegevens wel delen met via de coronamelder? En dat vraagt om, zou je kunnen zeggen, een vorm van datawijsheid. De kennis en het vermogen om aan te voelen of je wel of niet data kunt of wil delen, in het constante besef dat je meer bent dan je dataprofiel. En dat hoort natuurlijk bij de domeinen, jullie ongetwijfeld bekend, computational thinking en mediawijsheid. Maar dat zou best explicieter kunnen. En het goede nieuws is dat SLO waarschijnlijk nog niet helemaal zeker, maar zo goed als zeker nieuwe kerndoelen ontwikkelt op basis van werk dat eerder door Curriculum.nu is verricht. En gaat kijken hoe de vier domeinen van digitale geletterdheid, basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking verrijkt kunnen worden, versterkt kunnen worden en uiteindelijk ook kunnen uitmonden in kerndoelen waar scholen dan mee aan de slag moeten. Het geval wil dat scholen nu al volop bezig zijn, veel meer dan toen het vorige handboek uitkwam. En we willen, dat beseffen scholen ook, niet zozeer dat digitale geletterdheid een soort wapen is dat je moet inzetten om je te verweren tegen al die digitale ontwikkelingen. Het is ook een kunst om gewoon sterk te staan en door te hebben dat er voor- en nadelen zijn. En dat je daar vooral vrij in bent. Hè? Vrij om zelf je keuzes te maken in plaats van klakkenluisterkeuzes te volgen die door technologie worden aangeboden. Ja, daar hoort dit plaatje mooi bij. Onderzoek wijst uit, dat is de leerlingmonitor digitale geletterdheid, maar ook onderzoek van Ellen Helsper die vanochtend een sprak, dat er verschillen zijn in digitale geletterdheid tussen leerlingen. Dat het vaak afhangt van het opleidingsniveau van de ouders. Dat is heel vergelijkbaar met wat we zien bij onderzoek naar leesvaardigheden. Opvallend veel overeenkomsten. Maar we zien ook verschillen tussen leerlingen op scholen zelf binnen opleidingsniveaus. En dat maakt het heel erg lastig voor docenten, leraren om ook daadwerkelijk recht te doen aan verschillen en gelijke kansen te bevorderen. Maar dat het nodig is, hebben we afgelopen jaar wel gezien. Alleen toegang is niet genoeg. Je moet kinderen ook leren digitaal vaardig te zijn. En als je daarin vooral afhankelijk bent van je ouder, dan zijn sommige kinderen helaas in de aap gelogeerd en lopen ze extra achterstanden op. Dus voor scholen zijn hard nodig om het verschil te kunnen maken. En dit handboek hoopt jullie daarbij te helpen. Rechts vinden jullie het URL. Als het goed is de publicatie net live gezet. En kan zijn dat je de oude versie nog krijgt. Een paar maal op F5 drukken. En dan komt hopelijk de nieuwe versie in beeld. En anders is het over 10 minuten. In elk geval aan het einde van dit half uur. Dit is de mooie cover, vind ik zelf, van de nieuwe versie van het handboek. En dit is de inhoudsopgave met voor een deel dezelfde inhoud, maar met name de verhalen uit de praktijk zijn nieuw. En een enkele hoofdrolspelers, zei Natje al, die hebben we uitgenodigd om ook bij deze sessie te zijn. Ik weet niet of het lukt iedereen aan het woord te laten, maar we gaan ons best doen. Dit is het bruggetje dat ik ga maken, Nadja. Misschien dat je mij kunt helpen om een aantal mensen erbij te halen. Om te beginnen, Eliane Segers of Anneke Smits. Waar hij met een
stem die oversloeg. Dus ik wil heel graag kijken. Ik hoop dat Eliane er is. Ze zou haar best doen. Eliane Segers is hoogleraar lezen en nieuwe media. Anneke Smits is lector aan Windesheim. Niet alleen gespecialiseerd in ICT-didactiek, maar ook juist in taal. Heeft het boek Rijke Taal geschreven. En de kern van het handboek is dat we de scholen adviseren om uit te gaan van bestaande, om digitale geletterdheid te integreren in het onderwijs dat je al geeft. En taalonderwijs is daarbij van groot belang. Hè? Dus een belangrijk advies van ons en van de geleerde mensen die wij nu in beeld zien, is dat je een begin zou moeten maken met een combinatie van traditionele geletterdheid en digitale geletterdheid. Anneke en Eliane, fijn dat jullie er zijn. Eliane, mag ik jou eerst vragen, wat zou jouw gouden tip zijn voor de mensen die in deze sessie zitten? De gouden tip, dankjewel Remco. De gouden tip, denk ik, om digitale geletterdheid voorzichtig te introduceren in het basisonderwijs, zou denk ik zijn om met digitale teksten aan de slag te gaan als je toch al bezig bent met begrijpend lezenonderwijs. En dan liefst teksten die bijvoorbeeld twee teksten bij de jonge kinderen die elkaar tegenspreken. Een tekst met een hyperlink erin en dat je dan ook voordoet, uitlegt hoe je zelf denkt als je die teksten leest. En wat je doet op het moment dat je op een hyperlink klikt, dat je dan ineens wordt geteleporteerd naar een andere tekst of een andere ding. Dus op die manier zou ik het doen. Voordoen, modellen, dat is een evidence-based middel. En gebruik gewoon die digitale teksten terwijl je toch dingen moet uitleggen. Maar er zijn geen lesboekjes van? Voor zover mijn kennis reikt, erg weinig. Zijn er digitale teksten die gebruikt worden. Daar gaat het niet om, maar niet precies hoe je dat moet doen. Dus het allerbeste is om het zelf voor te doen. Er zit natuurlijk veel overlap tussen begrijpend lezen van papier en digitaal begrijpend lezen. Ja. Maar het digitale lezen is toch echt veel minder tactiel dan het papieren lezen. Kun jij de mensen die er zijn een aanbeveling doen? Dat ze ergens naartoe surfen? Een bron die je hebt die nu misschien in de chat kan worden gedeeld? Dat ben ik vergeten dat ik dat zou beloven te doen. En dat ga ik nu alsnog doen. Die zet ik dadelijk in de chat na afloop. Oké, goed. Jullie staan allebei in het handboek met heel veel meer tekst. Dus daarin staan ook heel veel tips. Iemand vraagt of samenwerking met Nieuwsbegrip niet mogelijk is. Het zijn inderdaad digitale teksten. Maar dat zijn elke keer, voor zover ik weet, dezelfde strategieën die worden aangeleerd. Dus, maar zeker, daar zit zeker een start. Ja, goed. Dankjewel, Eliane. Anneke Smits, wat is jouw gouden tip? Ook jij staat in het handboek samen met Eliane. Adviezen van onderzoekers op het gebied van digitale taal en traditionele geletterdheid. Welke gouden tip heb jij? Mijn tip zou zijn, praat met kinderen dag in dag uit over hun internetgebruik. Internet ontwikkelt zich snel. Wat kinderen doen op internet ontwikkelt zich snel. En juist dat verschil wat je ziet tussen die verschillende gezinnen uit die verschillende sociale milieus, dat heeft iets te maken met de vraag hoeveel ouders met hun kinderen praten over wat er precies gebeurt op internet. En juist voor kinderen die dat thuis minder krijgen en die thuis best ook andere goede dingen krijgen, want dat moeten we ook helemaal niet veroordelen. Voor die kinderen is het van ontzettend groot belang om met volwassenen in gesprek te zijn over wat er gebeurt. En voor ons is het natuurlijk van belang als leraar dat we daarbij niet normatief worden, maar dat we op een open manier met kinderen praten over wat er gebeurt op dat internet en dat we met hen een set normen en waarden ontwikkelen. Want ook dat verschuift natuurlijk steeds. Dat is wat jij ook net aan het bespreken was, min of meer. Van de platforms die er zijn verschuiven, de normen en waarden eromheen zijn aan het verschuiven. En om die gesprekken mogelijk te maken, is het van belang dat je ruimte schept als leraar. Dat je de ruimte hebt om niet meteen normatief te worden en bang voor de dingen die gebeuren op internet. En dat je open vragen stelt. En ik zal straks dat type open vragen wat je daarbij zou kunnen gebruiken, daar zal ik een linkje naar zetten in de chat. Ja, en jij zegt door die gesprekken te voeren werk je aan luistervaardigheden, taalvaardigheden en dat in de digitale context, toch? En je helpt kinderen om,
om te zien, om normen, ja eigenlijk ook weer om teksten te vergelijken en om ook platforms te vergelijken van wat gebeurt daar precies, wat is het gevaar daarvan, ja. Wie profiteert daarvan, wie heeft er last van wat hier op internet gebeurt. Dus in feite ben je bezig het kritisch lezen op internet, het kritisch gebruik maken en de agency, kies ik ervoor om dit te doen op internet of kies ik er juist niet voor om het te doen? Hoe lang kies ik ervoor om dit te doen? Dat in feite klassikaal is een soort modeling. Ja. Goed, Anneke en Eliane, allebei heel erg bedankt. We gaan kijken of jullie kunnen wegvloepen en intussen ook twee mensen van basisscholen erbij te halen. Dat is mijn verzoek aan mijn collega's die dat veel beter kunnen dan ik. Ja, want iedereen denkt dat ik heel digitaal geletterd ben, maar dat ben ik niet altijd helaas. Dus we gaan Lisette Nijssen en Marco Genen. Lisette Nijssen is van het bestuur, van het schoolbestuur en Marco Genen ook. Lisette is in beeld, Eliane is verdwenen. De hoogleraar heeft plaatsgemaakt voor de praktijk, nu de lector nog. En Marco willen we natuurlijk ook, Lisette. Jazeker. Ja, maar zolang Marco nog niet in beeld is, die is dus ook van harte welkom, zeg ik tegen mijn collega's. Lisette, ik ga jou heel kort introduceren. Jij bent projectleider van AppNote Muis, werkt bij Stichting Jong Leren. En jullie zijn eigenlijk al anderhalf jaar bezig om traditionele geletterdheid en digitale geletterdheid te combineren in het project AppNote Muis. We hebben niet heel veel tijd, dus kun je heel kort iets zeggen over AppNote Muis voordat we van jullie horen wat jullie tips zijn voor scholen? Nou, heel kort. Het afgelopen anderhalf jaar zijn wij dus met 8 PO-besturen aan de slag gegaan met het AppNote Muis project. Met als doel integratie van digitale geletterdheid in het taalonderwijs. Het project werd als innovatievraag ondersteund door de PO-raad. Verder hebben SLO, Kennisnet, ProBiblio, Cubus, de Kennisrotonde, verschillende uitgevers en Anneke Smit en Eliane Segers meegedacht. En ik denk dat die samenwerking van al die partijen ervoor gezorgd heeft dat het een heel mooi en rijk project geweest is. Door de leerkrachten is gezocht naar mogelijkheden om in taallessen elementen van digitale geletterdheid te verwerken. En daarbij werden zij ondersteund door taalexperts, ICT-coördinatoren en natuurlijk de projectleiders. En het afgelopen jaar zijn er heel veel lessen ontwikkeld. En zowel de leerkrachten als de leerlingen waren eigenlijk super enthousiast over deze manier van werken. En dat heeft ertoe geleid dat de deelnemende scholen na het beëindigen van het project doorgaan met het verbinden van digitale geletterdheid aan taalactiviteiten. En het project wordt zo een integraal onderdeel van het schoolprogramma. Oké. Marco? Ja. Kun jij jullie tip geven? Concreet waar scholen die hier nu aan meedoen, wat aan hebben? Ja, want alle activiteiten die ontwikkeld zijn en de aanvullingen op de lessen, want de methodes, de taalmethodes stonden centraal, zijn verzameld op een Wikiwijs pagina. En die sluiten aan op de onderdelen van de methode taal, taalactief 4, taal op maat is gebruikt, taal in beeld wordt gebruikt, taalverhaal.nu en de leesmethode voor groep 3 veilig leren lezen. Je kunt op de Wikiwijs pagina kun je op verschillende niveaus de activiteiten zoeken. Op de verschillende methodes en op verschillende onderwerpen kun je het een en ander terugvinden op de Wikiwijs pagina. En verder staan er ook verwijzingen naar lespakketten, leskaarten, digitale geletterdheid, die je dan gelijk kunt gebruiken in de klas. Al dan niet in aansluiting op je taalmethode. Of je kunt ze gebruiken om zelf geïnspireerd te worden en zelf aan de slag te gaan. Het URL wordt, neem ik aan, in de chat genoemd. Zodat mensen naar die AppNote Muis omgeving kunnen, waar inderdaad, zoals jullie al zeggen, eigen lessen staan, maar ook lessen die onderdeel zijn van de methode, toch? Want de uitgevers, daar heb je ook mee samengewerkt, de educatieve uitgevers. Dat klopt. We hebben ook met verschillende uitgevers kunnen samenwerken en zij hebben ook ons handreikingen gegeven en inspiratie gegeven.
En ja, dat is allemaal terug te vinden op die Wikiwijspagina, waar je ook goed kunt zien naast de doelen die je vanuit de methode haalt, welke doelen je digitale geletterdheid aanspreekt. Dus het is heel mooi, mooi overzichtelijk wordt het in beeld gebracht van waar je dan ook precies aan werkt. En in feite hoef je de les niet aan te passen of te veranderen. Je hoeft alleen maar te zorgen dat de ene keer de verwerking, de andere keer de introductie, dat je daar een digitale tool of iets van digitale geletterdheid bij gebruikt. Goed, Marco, Lisette, dank u allebei enorm. Blijf nog even, we gaan wederom proberen te floepen naar Joost van Oort, geschiedenisdocent. Die ook aan het integreren is op zijn manier. Dus ik vraag mijn collega's, kunnen we Joost in beeld krijgen? We gaan hem vragen hoe hij geschiedenis en digitale geletterdheid combineert. Marco en Lisette, jullie staan allebei ook met een verhaal in het handboek. Dus heel veel meer van jullie ervaringen is daarin terug te vinden. Joost is... Kun jij jezelf zichtbaar maken? En anders kunnen we er misschien ook alvast Lidwien bij halen. Lidwien van Rooij van SLO, die we ook nog een beurt willen geven. Misschien dat Lisette, zolang dat nog niet gebeurd is, kun jij... Wat is nou de succesvolste les bij jullie op scholen? Een taalles met digitale elementen erin. Nou, een les kan zijn als er een griezelverhaal als opdracht staat om te schrijven in een taalmethode. Dat leerkrachten dat doen of dat leerlingen dat doen in een Google document. En dan bijvoorbeeld de woorden die het verhaal spannend maken onderstrepen of vet gedrukt. En dat ze dan het document inleveren via Google Classroom naar de leerkracht, zodat die het kan nakijken. En zo maak je gebruik van digitale middelen die je integreert in je taalmethode. Ja, leuk. Heel simpel. Het is heel simpel. En je merkt ook aan leerkrachten, ze gaan er gewoon mee aan de slag en ze worden enthousiast. Het is niet een klein dingetje. Het gaat gewoon door. Nou, ik weet wel, toen jij begon, zag je er best wel tegenop. Maar het is uiteindelijk dus heel erg meegevallen. Ja, ik heb gezien dat scholen waar we met 1 of 2 groepen begonnen, met voorlopers, want dat doe je natuurlijk, dat heel snel het werd verspreid in het team. En dat nu gewoon alle groepen meedoen. En ja. dat vind ik fantastisch. Ja. Goed, we gaan door met Lidwien van SLO. We hopen dat het Joost ook nog lukt erbij te komen. Dus mijn collega's Lisette en Marco mogen weer even uit beeld. Zodat we Lidwien goed te zien krijgen. Dankjewel Lisette, dankjewel Marco. Lidwien, en jullie kunnen ook zelf je video uitzetten. Goed, dankjewel. Lidwien, jij werkt bij SLO als vakexpert digitale geletterdheid. Straks ga jij ook aan de slag met de kerndoelen. Ik wil je eigenlijk eerst iets vragen over je verleden. En je was ook docent op een middelbare school. Joost is in beeld, nu Marco weer. Ik ben op veel voorbereid, maar... Ik word wel tot het uiterste uitgedaagd. Nu moet ik het toch allemaal zelf oplossen. Joost, kom terug. Lidwien ook. Joost. Ja, ik hoor je, Joost. Nou, Lidwien, ik hoop dat het je lukt zo terug te komen. Want we willen jouw verhaal niet missen. Joost, toch met jou. Jij werkt op een middelbare school. Ja, klopt. En je geeft geschiedenis. Wat is jouw gouden tip? En dan gaan we daarna naar Lidwien. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je als docent of als leerkracht denkt van digitale geletterdheid, moet ik daar ook weer iets mee doen, weet je wel, komt dat ook weer op mijn bordje erbij en dat je denkt van waar moet ik dan beginnen? En mijn tip is eigenlijk met dit soort zaken altijd van begin vooral klein, dus pak iets uit digitale geletterdheid, een van die 4 zijden bijvoorbeeld, waarvan jij denkt van dit sluit goed aan bij mijn vak of bij mijn werkwijze en hier wil ik mee aan de slag. En probeer vooral niet alles tegelijk te willen doen. En wat zou dat bij geschiedenis kunnen zijn? Nee, wat ik dus zelf heel belangrijk vind, want je kunt bij geschiedenis heel veel kanten op. Maar waar ik bijvoorbeeld voor gekozen heb, zijn 2 dingen eigenlijk. Ik vind gewoon historisch besef vind ik heel erg belangrijk. Dus waar komen
ontwikkelingen vandaan, zeg maar? En wat zegt dat over onze eigen tijd? En ik vind het dus leuk om de digitale revolutie te verwerken in mijn onderwijs. Dus nou ja, wat er net bijvoorbeeld al voorbij kwam, hè, dat CU2 en zo, dat was voor mij weer een trip down memory lane sowieso. Maar dat is voor die leerling is dat, ja, dat is eigenlijk ook echt al geschiedenis. Dus geschiedenis gaat over de 10 tijdvakken, zo is die ingedeeld. En dat 10e tijdvak, ja, dat is een beetje diffuus eigenlijk, want dat begint in 1950 en dat loopt tot het heden. Maar ik stel leerlingen vaak de vraag van, ja, goh, hoe zou tijdvak 11 eruit zien? Ja, dan kom je ook niet om die digitale revolutie heen, dus dan gaan ze daar bijvoorbeeld mee aan de slag. En ander iets wat ik ook heel belangrijk vind, wat aansluit bij de historische vaardigheden, die leerlingen ook gewoon voor een examen moeten kennen, dat sluit vooral aan bij mediawijsheid, is kritisch zijn naar informatie. En kijken wat de bron is en dergelijke. En hoe betrouwbaar de informatie is. Ja, en dat is natuurlijk prima ook op te koppelen aan digitale geletterdheid. Joost, dank je wel. Ik weet dat jij een video hebt gemaakt over de digitale revolutie. Ja. Je hebt ook een heel populair YouTube kanaal met heel veel meer geschiedenisfilmpjes. Misschien dat je in de chat een linkje kunt achterlaten naar die ene video waar ik nu aan refereer. Ja, dat is goed. Het is onderdeel van het HAVO-examenprogramma. Ga ik hem meteen even opzoeken en erin zetten. Goed, dankjewel. Ook jij staat er ruim in het handboek. Dank voor al je wijsheid en tot de volgende keer. Lidwien, gaan we snel naar jou. Hopelijk wordt er niet uitgegooid dit keer. Nee, als je netjes gedraagt, dan zijn we heel, heel mild. Je was natuurkundedocent in Amsterdam. Ja. Je bent nu bij SLO werkzaam. Joost heeft zijn VO-tip gegeven, dus ik ga jou nu alleen vragen, wat zijn de perspectieven met betrekking tot kerndoelen? Er is nog geen definitief besluit genomen, maar tegelijkertijd hebben we de indruk, het gaat met digitale geletterdheid wel goed komen. Dus wat staat ons de komende jaren te wachten? En welke tip heb jij om toch al aan de slag te gaan? Nou, er komt een curriculum aan. En dat wordt een heel mooi breed curriculum om te helpen leerlingen digitaal vaardig te maken. Dat gaat, als het goed is, in het volgende schooljaar gaan we beginnen om dat te ontwikkelen. Maar dat gaat nog even duren voordat dat helemaal af is. Dus mijn gouden tip hier zou zijn, wacht daar alsjeblieft niet op. Maar lees je nu vast in, wat komt er allemaal in te staan? Welke onderdelen doe je al als school? Welke onderdelen doe je nog niet? Maar voel je wel een urgentiebesef bij? En kijk dan of je vast kan beginnen. Het is helemaal niet erg als de kerndoelen die er straks liggen net ietsje anders zijn dan wat we nu voorzien. Hè? Dan, als je al begonnen bent, dan kan je het makkelijk een beetje aanpassen en dan ben je alsnog goed bezig. Dus kijk wat bij je past en kijk hoe je een start kan maken. Nu hebben we in het handboek ook praktijkverhalen over computational thinking. Mm-hmm. Daar horen we veel verzuchtingen bij van scholen. Van ja, hoe kan ik daar nou wat mee doen? Heb jij een laatste tip tot slot om ook een start te maken met een ingewikkeld thema als computational thinking en daar ook je collega's bij mee te krijgen? Ja, wat daar heel erg leuk is, is om offline te beginnen. Dus om niet meteen de robots en de computers de klas in te halen, maar om na te gaan denken over de denkwijzen die horen bij computational thinking. Een heel mooi voorbeeld waar een collega van me vaak mee komt, is een boterham smeren. En als docent kan je voor de klas gaan staan met een brood en een pakje boter en een pak hagelslag. En laat leerlingen je maar instructies geven om die boterham met hagelslag te smeren. En gedraag je als een domme robot die alleen maar doet wat hij geïnstrueerd wordt. En help leerlingen op die manier bedenken van hoe werkt zo'n set instructies nou en hoe kan je eigenlijk een computer zover krijgen dat hij doet wat je wil. En als je die denkwijze er langzaam maar zeker in mee te krijgen, dan ben je niet alleen bezig om een stukje computational thinking te doen, maar je bent ook bezig om leerlingen alvast te helpen met die denkvaardigheden. Waar het gaat om logisch redeneren, waar het gaat om algoritmisch denken, terwijl je heel klein kan blijven. En loop alsjeblieft niet in de valkuil om te denken, oh, computational thinking, dat is heel moeilijk, dus we halen wel extern wat binnen, dan hebben we dat tenminste gehad. Daar doe je jezelf geen plezier mee en je helpt ook niet om aan de leerlingen te laten zien dat het iets groots is wat op veel plaatsen terugkomt. Goed, Lidwien, dankjewel. Nou, we zijn aan het einde van onze sessie. Ik wil Nadja, mijn collega, vragen om er weer bij te komen. Lidwien, jij mag weer uit beeld. We zijn samen begonnen, Nadja en ik. Nadja heeft ook aan het handboek meegewerkt, net als collega's zoals Harriet en Lotte. Nou, we willen tot slot vermelden dat er ook nog een wiekenwijze omgeving is. Met heel veel praktisch materiaal. En nou ja, we zijn heel blij
dat de klus geklaard is. Want het heeft heel veel moeite gekost. Zeker. Heel veel inspanning. En in de kantine daarnet, ik weet niet wie daarbij was, zei ik dat we hopen dat het handboek als een soort Otto Lengi wordt ervaren. He, dat ambitieniveau hebben we gehad. Maar tegelijkertijd, als u er een frietpan wil maken, vinden we dat ook goed. Toch, Nadja? Absoluut. Ja. Ja. Als goed. Het maar gelezen wordt. Ja, als het maar gevreten wordt, gefroten wordt. En dat jullie wat mee gaan doen en ons laten weten wat je nu al doet. Hè, hoe vertrek je vanuit dat bestaande? Wat levert dat op voor mooie inzichten? Want wij gaan namelijk gewoon weer een nieuw handboek maken. En dat hopelijk over 3 jaar kan verschijnen met nieuwe praktijkverhalen. Dus we zijn benieuwd naar jullie verhalen. Zet ze in de chat of mail ze ons. Dank allemaal. Dank vooral ook voor de gasten zonder wie dit handboek niet zo goed was geworden. Ja, en ik denk dat het belangrijk is even te zeggen dat er zijn nog een aantal vragen die nog niet beantwoord zijn. Onder andere van Hans. En dat we daar nog even op terugkomen. Goed, precies. Dus mail me ook als we hebben nagelaten in de chat antwoord te geven op vragen. Uiteindelijk willen we iedereen kunnen helpen. Dank iedereen en tot gauw. Dank.